Hallo visvrienden, wat voor materiaal heb je nodig om met een sleep of bordennet op garnalen te vissen? Als eerste een garnalennet. Een visbord, een knuppeltje, een spruit, een vislijn en een trekband. Maar wat ook makkelijk is, is een garnalenzeef. En daar gaat deze video over. Onder de desbetreffende video op de website De Strandvisser vindt u meer informatie over het materiaal dat ik gebruik voor deze garnalenzeef. Ik heb hier twee aluminium stripjes en daar ga ik een maat op zetten. Maar wat voor maat? Als eerste, ik gebruik 7 mm. Hier heb je twee speldjes. Ja? En daartussen, dat is 7 mm. De diameter van die speldjes is 6 mm. Dus 3 mm aan deze kant, 3 mm aan deze kant, plus die 7 is 13 mm. Ja? De afstand van dit gaatje naar dit gaatje is 13 mm. Maar ik begin natuurlijk, hier begin ik niet met 13, want omdat ik hier een zijpaneeltje krijg zo, ja, dus dat is dan 7 mm plus 3, dus dat is een centimeter. Dus ik begin met mijn aluminium stripje af te tekenen op 1 centimeter. Ja? En dan ga ik daar vandaan elke keer 13 mm. 13 mm. Totdat je zegt, nou, ik ben lang genoeg. Ja? Dan doe je weer een centimeter. En dat is het einde van je aluminium stripje. Dus plaats deze aluminium stripjes op elkaar en boor dan die gaatjes. Ja, je kan hem van tevoren even een klein gaatje inslaan. Dat als je boort dat hij in dat gaatje blijft zitten, dan hou je de maat vast. Dus daar begin je mee. Wat ik nu ga doen, dat is deze stripjes aan de onderkant van dat horretje monteren. En dan ga ik eerst deze dikte van mijn hout is 12 mm. Dus hier uit de zijkant vandaan hier en daar is 12 mm. Dus daar monteer ik het stripje. Zo. Dus ik geef hier een schrapje. Ja. Dan heb ik hier kleine schroefjes. Die zijn 13 mm lang. Een kruiskopje is dat. En dan heb ik hier aparte gaatjes in zitten ervoor. Aan de bovenkant. Ja, en dan schroef ik dat stripje mee vast. De stripjes zijn vastgeschroefd. Gelijk met de onderkant. En hier 12 mm vrij van de zijkant. De stripjes bepalen de lengte van je garnalenzeefje. Als ik dit opmeet, dan is dat 40,8. Dus 40,8, ja. Dan komt er twee keer de dikte van je hout. Mijn hout is 12 mm, dus komt 24 mm komt erbij. Dus dat is dan 43,2. Dus als je dit op 43,2 afzaagt, dan heb je de lengte van je garnalenzeefje. De breedte, deze komen hier tegenaan. En je staafjes, die komen dan zo te lopen. Dus de staafjes zijn, die bepalen weer de breedte van je garnalenzeefje. De staafjes is, even kijken, 28,4. Dus dat houdt in dat je deze latjes op 27,4 moet zagen. En waarom? Omdat ze een halve centimeter hierin vallen. Dus als je deze gaatjes uitboort
vanuit je hout vandaan gerekend moet hij ongeveer 6 mm diep uitgeboord zijn. En dat geldt voor deze kant ook. Als je deze gaatjes allemaal uitgeboord hebt, dan kunnen we hem in elkaar gaan zetten. En dat is de volgende stap. Zo, de gaatjes zijn voorgeboord allemaal met een 6 mm boordje. En vanuit het hout op een 6 mm diep. Ook heb ik deze gaatjes voor de zijpaneeltjes heb ik voorgeboord. Dus daar gebruik ik roestvrijstalen schroefjes voor. Dat is 3,0 bij 35 lang. Wat ik nu ga doen is de zijpaneeltjes. Die ga ik monteren. Dat ga ik eerst doen. Zoals je ziet, de zijpaneeltjes zijn gemonteerd. Daar heb ik 3 schroefjes ingedraaid. Andere kant ook. Je kan er ook eventueel een beetje lijm tussen doen. Wat ik nu ga doen is al die staafjes ga ik plaatsen. Er zijn er 31 dus. Dat ga ik eerst doen. Erin duwen. Zoals je ziet zitten ze er allemaal in, die speldjes. Nu komt het lastigste. Deze moet er bovenop. Dat moet één voor één gebeuren. Dus daar gaan we aan beginnen. Heb even geduurd, maar de speldjes zitten er aan de andere kant ook in. Als die speldjes erin zitten, dan schroef je hem op de hoeken weer vast met 3 kleine schroefjes. En dat is bij deze ook. Ja. Wat je ook kunt doen, is een klein stukje hoeklijn. Gewoon hier overheen bevestigen. Dat verstevigt ook en het is gelijk een bescherming voor je schroefjes en voor de hoeken. Nou ja, als je dat gedaan hebt, dan is je garnalenzeef klaar. Heeft u naar aanleiding van deze video nog vragen, opmerkingen of een idee, neem dan contact op via de website destrandvisser.nl. De Strandvisser wenst u veel plezier bij het maken van deze garnalenzeef. En tot ziens.